Nee, dat meen ik niet. Dus ik heb contact met de Game Master nu. Hallo? Ik zie letterlijk niks. Hallo? Hallo dames en heren. En leuk dat jij kijkt naar deze gloednieuwe video. In deze video, en ik denk dat je het al ziet, ik ga inderdaad deze challenge doen met dit papier. Ik weet niet of het duidelijk belicht is. Misschien wel, misschien ook niet. Maakt in principe helemaal niet uit. Maar hiermee ga ik dus proberen om een geest op te roepen. En ik wil meer te weten komen over de Game Master. Nou, waarom wil ik hier meer te weten over komen? Lijkt me wel vrij duidelijk. Ik denk dat jullie best veel hebben gezien wat er eigenlijk allemaal tussen mij en de Game Master speelt. En het lijkt alsof de Game Master me echt niet mag. Of echt gewoon niet moet. Wat ik heel erg jammer vind om te zien. Maar goed, misschien heb ik iets misdaan of zo bij de Game Master. Ik weet het eigenlijk allemaal niet. Jullie hebben het allemaal gezien. Maar voordat wij verder gaan, like deze video in 3 seconden tijd. Want anders wordt jouw kamer bezeten met geesten en komt de Game Master achter jou aan. Dat wil je natuurlijk niet hebben. Dus voorkom dit om een like te geven op deze video. 3, 2, 1. Ik hoop dat je deze video geliked hebt, zodat je in ieder geval zeker weet dat je niet bezeten wordt door geesten. Oké, om even kort het bord uit te leggen. Jullie zien hier een Ouija-bord. Hij kan namelijk yes beantwoorden, maar daarnaast kan hij ook zeggen no. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als Charlie. Dit ritueel is natuurlijk een stukje anders, want hij kan ook open vragen beantwoorden in plaats van alleen gesloten vragen. Hij heeft cijfertjes en als je klaar bent met het gesprek, zegt hij uiteindelijk goodbye. Het kan gevaarlijk zijn, moet ik zeggen, deze challenge. Want het kan ook zo zijn dat je huis namelijk haunted kan zijn. Is het hier eigenlijk al een beetje geworden, wat ik eigenlijk wel kan begrijpen sinds de video's die ik maak. Maar dit kan er eigenlijk alleen maar voor zorgen dat het allemaal een stukje erger haunted wordt. En dat wil je natuurlijk niet hebben. Dus ja, doe je deze challenge echt waar, wees er heel erg voorzichtig mee. Want voor je het weet, ben je namelijk bezeten en is heel je huis bezeten. Ga je ouders niet blij mee zijn. Eigenlijk is mijn moeder hier ook al niet zo heel erg blij mee. Maar ook jij zelf gaat hier heel veel last van krijgen. Want bezeten kan echt op psychische problemen veroorzaken. Goed, genoeg gepraat. Ik denk dat het de hoogste tijd is om de challenge aan te gaan. Dus let's go. Oké, dames en heren. Jullie zien hier het bord liggen. En ik denk dat het de hoogste tijd is om te vragen of hier namelijk een geest aanwezig is. Is hier momenteel iemand aanwezig? Is hier momenteel iemand aanwezig? Is hier iemand momenteel aanwezig? Oh my god. Dit voelt echt heel raar aan. Holy moly. Ik heb het nog nooit zo gevoeld. Het is de eerste keer, hè? Dit voelt heel raar, moet ik zeggen. Alsof gewoon mijn hand wordt bestuurd. En dat is het ook eigenlijk. Maar goed, er is dus iemand aanwezig. Ik zet mijn camera iets beter neer, zodat jullie het nog beter kunnen zien. Maar holy moly. Dit vind ik echt heel erg eng, moet ik zeggen, Do. Holy, holy, ik weet niet wat ik hiervan moet zeggen. Goed, er is dus iemand aanwezig. Laten we ook even gelijk vragen wat zijn naam is. Wat is je naam? A. N. O. U. A, het is sowieso Anwar of niet? R. Is het Anwar? Ja, dames en heren, Anwar is op dit moment aanwezig. Dus we moeten de vragen sowieso stellen aan Anwar. Anwar, leven hier meerdere geesten in het huis? Holy moly, er leven dus meerdere geesten hier in het huis. Ja, dit vind ik echt heel erg bizar, moet ik zeggen. Ik heb het niet verwacht. Ik dacht echt dat er één geest was. Nou, Anwar de geest is dus momenteel aanwezig in dit huis. Oké, maakt verder helemaal niet uit. Laten we nog even een vraag stellen. Anwar, heb jij wel eens gehoord van de Game Master? Oké, de Game Master is het blijkbaar niets nieuws. Dus de Game Master is al vaker in het huis geweest. Of Anwar heeft contact gehad met de Game Master. Ja, dat vind ik toch wel bizar. Eigenlijk mag ik hem helemaal niet loslaten, dat is tegen de regels in. Maar Anwar is aanwezig en er zijn meerdere geesten aanwezig. Het is dus heel erg, moet ik zeggen. Echt waar, je moet je goed mee uitkijken. Maar goed, Anwar, hoe oud ben jij? Zeven. Negen. Dus 79.
Oké, okay, nou, wel een stuk ouder. Maakt verder niet uit. Maar Anwar, waarom is de Game Master eigenlijk boos op mij? Ik begrijp het niet helemaal en ik zou het fijn vinden als ik op zijn minst een beetje uitleg kan krijgen. Anwar? C. O. N. Wat wil je zeggen? T. E. Content? Waarom is mijn content zo wrong? Heeft het iets te maken met de content die ik nu maak waardoor hij zo boos is en hoe wij over hem praten? Oké, duidelijk. Is het misschien ook zo dat hij boos is omdat hij zich verraden voelt door mij? Ja. Dus de Game Master die voelt zich heel erg verraden door wat ik allemaal heb uitgespookt. Ja, dat vind ik jammer om te zien. Maar goed, ja, misschien is het gewoon zo. En heb ik ook gewoon stomme dingen gedaan. En deze dingen kan de Game Master niet handelen. Anwar, kende de Game Master mij voor deze content, voordat ik überhaupt op zoek was naar de Game Master? Oké, hij moest er sowieso iets van mij hebben. Maar goed, wij hebben heel veel gesloten vragen gesteld. Laten we ook even een paar open vragen stellen. Oké, toch een gesloten vraag. Anwar, leeft de Game Master in de geestenwereld en heeft hij er ook contact mee? Ja? Oh, wow. En ja, oké, dus allebei, hij heeft er contact mee en hij leeft ook in de geestenwereld. Is de Game Master nog steeds boos op mij? Holy moly, dat vind ik echt heel ernstig. Hij is nog steeds hartstikke boos op mij. En wilt de Game Master mij wat aandoen? En wat wilt hij mij aandoen? Oké, hij wilt mij dus iets aandoen. Oké. En wat wilt hij mij aandoen? R? I? Is het wat ik denk, wat ik weet? Rip. Nee! Oh, wat? De Game Master wil mij dus rip hebben. Holy moly. Oké, nou beginnen echt spanningen in mijn lijf te komen. Ik weet niet wat ik fout heb gedaan überhaupt. Maar dit vind ik echt heel ernstig om te zien, moet ik zeggen. Maar goed. Heb jij goed contact met de Game Master? Oké, hij heeft dus contact met de Game Master. Hoe creepy is dat? Dat Anwar contact heeft met de Game Master. Ben jij ook bevriend met de Game Master? Hij is dus gewoon bevriend met de Game Master. Dit kan hele ernstige gevolgen hebben. En ja, maar Anwar, ben jij ook boos op mij? En waarom? Hij is dus boos op mij. En dan gaat hij nog iets zeggen. V. E. R. A. Verrader? Maar wie heb ik dan verraden? Z. E. L. F. Voor mijn spaat of zo? Ik weet niet. A. C. Zelf. Even kijken hoor. Zelf achterkomen. Oké. Zou het mogelijk zijn dat ik misschien even met een andere geest in contact kan komen? Wat? Oh, gelukkig. Hij wou me pranken. Oké, het is dus mogelijk dat ik met een andere geest in contact kan komen. Is goed. Volgens mij ben ik nu in contact met een andere geest. Is deze momenteel aanwezig? Oké, dames en heren. De geest is momenteel aanwezig. Maar ik ben ook benieuwd wat jouw naam is. G. A. M.
Nee, dat meen je niet. Dus ik heb contact met de Game Master nu. Wat? Nee, dat meen je niet. Goed, de Game Master is op dit moment met mij in contact. Die vind ik het echt heel eng worden. Dit meen je niet, dit heb ik echt niet verwacht. De Game Master zit ook in de geestwereld. Hij heeft er ook contact mee inderdaad, hij zit er ook in. En dat zou het zomaar kunnen betekenen dat hij er ook inderdaad op die manier contact mee heeft. Maar goed, ben jij momenteel aanwezig in je huis? Oké. Okay. Waar zit je op dit moment? Wat wilt u zeggen? K. E. L. D. E. Kelder? Dat is letterlijk daar! Oh my god. Hij zit dus letterlijk in onze kelder hier. Volgens mij is de kelder op slot. Wacht, shit. Oké, dit moet ik even kijken. Zet de kelder op slot op dit moment. Want anders kan hij eruit. Oh, ja, gelukkig. Oh, hij zit dus in deze kelder. Holy moly. Dit heb ik dus niet verwacht. Oh my god. Dit is echt super eng. Hij zit dus hier achter deze kelder. En dat is gewoon echt... Wow. Dit meen je niet. Hij is gewoon letterlijk geklopt op de deur. Dus, nee. Fuck. Ik weet niet wat ik moet doen op dit moment. Is het wat ik denk... Wat het is. Nee! De ladekast ging gewoon open. Oh my god, jongens. De ladekast ging gewoon open. Oké, dames en heren. Het is de hoogste tijd om gewoon even te kijken. Want dit meen je niet. Oh, kijk, de kelder staat gewoon open. Ik ga er even licht op schijnen. Dan kun je het beter zien. Maar de kelder is zojuist open gegaan. Zoals jullie zien. Ik durf niet verder in deze kelder te kijken. Goed, en niet alleen de kelder is open gegaan. Ook deze la met bestekbak is dus open gegaan. Jongens, ik durf niet zomaar in deze kelder te kijken. Oké, het besef dat de Game Master in de kelder zit vind ik heel erg naar. Waarschijnlijk zit hij heel diep in de kelder. Dames en heren, jullie moeten een like achterlaten als jullie willen dat ik in de kelder ga kijken. Dus like even deze video en dan ga ik in de volgende aflevering kijken in de kelder. Want ik wil eerst even zien of het wel waard is. Ik vind het nou heel erg spannend worden. Ik weet niet wat ik met mezelf aan moet. Maar goed, ik sluit hier bij de video af. En ik zou zeggen, abonneer even op dit kanaal. Wacht, volgens mij hoor ik iets. Hallo? Ik zie letterlijk niks. Hallo?